Ja, vrienden, ik kijk niet zoveel tv. Ja, een beetje sport. Maar als ik dan af en toe kijk ik dan toch even. En wat zie ik dan bijvoorbeeld? En dan kom ik weer met Talpa. Maar dan gaan jullie weer zeggen, ja, Harry is rancuneus ten opzichte van de Talpa. Nee, Harry is niet rancuneus. Nee, Harry constateert alleen. Harry kijkt. En wat ziet Harry? Die ziet een programma bij het SBS. Hier. Er zitten weer die briljante hoofden daar in die directie. Nou, die zijn volkomen geschift. Want die brengen dan een programma met een paar schapen. En dan moet dan Bram Moskowitz en die hazes, die moeten dan samen daar een beetje gaan lopen wauwelen. En dat moet dan gaan scoren. Haha, hé, hey, laat me nou toch niet lachen. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wat is dat voor programma? Wat een geforceerde onzin. Met schapen gaan lopen door een weiland. En dan hazes met die Moskowitz. Het slaat toch helemaal op Dirk. Volkomen op Dirk. En dan? Ja, en wat krijgen we dan? Een heel slecht kijkcijfer. Oh, wat een verrassing. En het is dan een flop van hier tot Auckland, Nieuw-Zeeland. Ja, zo. Maar hey, luister even goed. En daarna komt dan een programma van een vakantieparkfamilie. En een familie Gillis of zoiets. Hé, hey, welke genialiteit heeft dat daar verzonnen bij Talpa? Je hebt al de familie Meiland. Die mensen zijn succesvol. Enorm. Die hebben een following. Daar word je gek van. Mensen vinden dat leuk. En waarom? Er zijn personalities. Die mensen die doen het leuk. Je hebt die gozer die loopt daar gewoon super super homo te spelen. Super leuk. Niks aan de hand. En die heeft zijn eigen zinnetjes bedacht. Dat is allemaal dik in orde. En nou zijn ze dus bij dat Talpa. Maar op zoek naar. Dan moeten we meer van hebben. Daar moet meer programma's van. Dus dan hebben ze al geprobeerd in Bonaire met de scheetjes. Gaan we alweer. Alsof wij niet goed bij ons hoofd zijn. Maar dat werd natuurlijk ook weer een flop van heb ik jou daar. En daar komt hij nu. Vakantiepark Gillis. Nou, dat kan ik je nu al vertellen. Dat wordt ook niks. Nee. En waarom niet? Je kan de kijker niet in de maling nemen. Zo simpel is het. En die Meilandjes, ja, die blijven natuurlijk overeind. Want die zijn gewoon leuk van zichzelf. En zo'n programma draait gewoon om de mensen. Heel simpel. Personalities. Dat zijn zij, die Meilandjes. En die Meilandjes, die zouden als een speer naar dat Talpa moeten lopen. En zeggen, hou op. Met dat soort andere programma's te maken die op ons lijken. Stop daar onmiddellijk mee. En zo niet. Hé, Meilandjes, wees slim. En ga naar RTL.